In deze video laten jullie de EM6360 Camline Pro Dome HD IP-camera zien. Deze IP-camera heeft een waterbestendige behuizing, waardoor deze uitstekend buiten en binnen te gebruiken is. De HD-sensor en IR-cutfilter zorgen ervoor dat de IP-camera scherpe beelden heeft. Dankzij de krachtige Matrix IR-LED heb je nog beter beeld in het donker, tot wel 10 meter. Deze Dome IP-camera sluit je in 3 stappen aan op je netwerk. De bediening gaat met de gratis Camline Pro app. Wanneer de camera beweging detecteert, ontvang je direct een push-notificatie op je smartphone of een e-mail met daarin een foto van de melding. De beelden van de IP-camera kun je opnemen op een microSD-kaart of Synology NAS. De outdoor IP-camera wordt gevoed door een passieve power-over Ethernet-oplossing. Hierdoor heb je nog maar 1 kabel nodig voor data en stroom. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen vaste maandelijkse kosten. Er zijn 2 manieren om de EM6360 aan je netwerk aan te sluiten. Kies de oplossing die het beste bij jou past. De eerste situatie is de situatie waar de stroomadapter bij de camera geplaatst wordt. Je sluit eerst de power over Ethernet splitter op de camera aan. Dan kun je met een koppelstukje een netwerkkabel aansluiten naar je router toe. Je sluit hem aan op je router. Vervolgens sluit je je stroomadapter aan op de splitter. Dan steek je de stroomadapter in het stopcontact. Situatie 2. Bij situatie 2 zit de stroomadapter bij de router of modem. Je sluit in eerste instantie het koppelstukje aan de netwerkkabel van je camera. Vervolgens sluit je een netwerkkabel aan die naar je router of modem gaat. Aan de kant van je modem router steek je de power over Ethernet splitter aan. Vervolgens sluit je de netwerkaansluiting op je modem router aan. Je sluit de stroom aan de power over Ethernet splitter en stopt de adapter in stopcontact. Om de camera toe te voegen in de app moet je deze eerst downloaden. Dit kan je downloaden in de Play Store of de App Store. Open de app. Druk op het plusje om de camera toe te voegen. Druk nogmaals op camera toevoegen. Maak hier je keuze. Je kan hier op lokaal zoeken drukken of handmatig toevoegen. Wij kiezen hier voor handmatig toevoegen. Je kunt hier de ID van de camera hier zelf invullen. Of je kan op de makkelijke manier op de scanknop drukken. Hou vervolgens de QR-code voor de camera. De ID wordt ingevuld. Dan nog even het wachtwoord invullen. Die staat ook vermeld op de kaart. Je kan hier nog de naam eventueel van de camera wijzigen. En druk op OK. Wat zit er in de verpakking? IP-camera, power over Ethernet splitter, power adapter, koppelstuk, netwerkkabel, plug en schroeven, ID-passwordkaart, raamsticker en quick install guide. Voor meer informatie over de camera kun je de volledige handleiding raadplegen op onze website.